Max Jumain, de play-off staat voor de deur. Gaat het nu eindelijk echt beginnen, het basketbal? Ja, iedereen werkt het hele jaar voor die momentum die zijn aan te komen. En dat is de meest belangrijke momenten in de competitie, samen met de beker en of Europese competitie. Dus voor de spelers, ze werken keihard de 10 maanden om dit punt, om dit punt te kunnen komen. Ze zijn er, nu ze moeten tonen dat wij onze derde plaats in de competitie dik verdiend hebben. En nu de volgende wedstrijd is tegen de Magics, een geduchte tegenstander, maar we hebben getoond durende de competitie dat we de Magics aan kunnen, dus we spelen thuis met steun van onze publiek, moeten we doorgaan. Nou is het zo, in Nederland is het eigenlijk heel knap als je de play-offs niet haalt. Is het dan ook zo dat de spanning in zo'n seizoen anders is dan dat je nu hebt? Want nu gaat het er echt om. Ja, ik zeg het, met de beker of Europese competitie, dat is totaal iets anders. Iedereen begint vanaf nul, dus alles kan gebeuren. Moment van de dag, gezondheid van de spelers. En dan de stressfactor, druk op de schouders van de spelers. Hoe zullen ze omgaan met dit? Omdat al die druk voor de eerste wedstrijd staat op onze schouders. Dus we spelen thuis, we moeten winnen. We zullen wel zien. Eigenlijk is dit toch veel leuker als er echt iets op het spel staat? Ja, tuurlijk. Kijk, de laatste weken hadden we niks meer te verliezen. Onze derde positie stond vast. We hebben rust gegund aan bepaalde spelers. We hebben kunnen enkele spelers minuten geven om in hun ritme terug te komen. En zeker zoals Philip Bach, die de hele competitie heeft gesukkeld met kwetsuren, maar een factor kan zijn in de play-offs, dan gun je hem minuten durende de laatste competitiedagen. En samen met GP Prim, die ook veel minuten heeft gekregen om met de druk om te gaan, zoals tegen Groningen of tegen Den Bosch, dat zijn topwedstrijden, dat zijn kwaliteit minuten voor die twee spelers die niet veel aan spelen komen durende de competitie. Mm-hmm. Wat is het verschil tussen basketballen in de reguliere competitie en basketbal in de play-offs? Moet je anders spelen? Het is een oorlog durende de play-off. Dus het is nog iets anders. Durende de competitie, oké, verlies je een wedstrijd, misschien kan je die wedstrijd terugpakken bij iemand anders. Nu in de play-offs verlies je de eerste wedstrijd, wordt het moeilijk de tweede, omdat je buitenhuis speelt. En dan kan je zich niet herpakken van een verlies. Je moet geconcentreerd en gefocust aan de dag komen. Fysisch spelen, en zoals ik zeg, het is een oorlog. En met de mes tussen de tanden, en het is geen tweede kans. Merk je zoiets ook op de training? Zijn de jongens anders gemotiveerd? Zijn ze wat voorzichtiger misschien in de duels? Ik kan me zo voorstellen, de players, dan wil je er echt staan. Merk je dat op de training? Kijk, voor mezelf probeer ik altijd 100% aan te komen durende de trainingen. En ik push mijn spelers tot op hun maximum, altijd. Maar je ziet het wel ook, de laatste weken was het ook het feit dat wij stonden op die derde plek. Niks kon gebeuren. Beetje laxisme tussen de spelers. Weet je, zal het wel gaan, we zullen wel raken durende de play-offs en we zullen wel staan durende de play-offs. Maar ik moet zeggen, de laatste dagen, het is nog iets anders geworden. Ze hebben keihard getraind, nog harder, geconcentreerd, gefocust. Dus ik verwacht een mooie wedstrijd donderdag tegen Magics. Ja, goed, dan gaan we de eerste wedstrijd tegen de Magics. Hoe staat de ploeg ervoor? Is iedereen fit? Hebben er nog jongens pijntjes? Nou, kijk, iedereen stond fit tot eergisteren. GP Prim geeft zijn enkel verzoek. Dus ik denk niet dat hij zal die wedstrijd spelen.
jammer genoeg. Maar bon, we hebben Philippe Bach die terug, we hebben 10 man rotatie. En dat zou genoeg moeten zijn voor dit Magics. De play-offs, dat is voor ons als volgers altijd een stuk spannender. Merk je dat ook hier in Den Helder? Wordt u vaker aangesproken? Is er meer aandacht? Zeggen mensen vaker, kom op, de play-offs, het gaat echt lekker beginnen. Merkt u dat als u bijvoorbeeld buiten loopt in de stad? Nee, het is heel rustig. En, ik ben niet veel ook in de stad, dus ik kan niet op uw antwoord op uw vraag een antwoord geven. Ik zit hier veel in de zaal. Ik zit thuis om de trainingen en wedstrijden voor te bereiden. Dus van die verhalen buiten, nee, dat hoor ik niet. Ja. Nou zijn jullie derde geworden in de reguliere competitie. Dat betekent ook ja, minimaal halve finale, als ik heel simpel doorreken. Ja, onze doel is halve finale. En na die halve finale, alles wat boven ligt, is een bonus. Dus we leven wedstrijd per wedstrijd. Onze taak is om die eerste ronde te overleven. En in de tweede ronde zal het of tegen Den Bosch of tegen Aris zijn. En het is zoals ik had gezegd, het is een nieuwe competitie. Iedereen begint vanaf nul. En elke wedstrijd moet gespeeld worden. Mm-hmm. En moet een beetje geluk aan uw zijde hebben. De vorm van de dag. Alles moet meezitten in de volgende ronde. Nou, als ik kijk zo rond, dan zie ik een lege Kingsdome. Het is nu nog leeg. Rustig. Het is een dag voor de wedstrijd. Kunt u eens omschrijven, als het hier helemaal vol zit, wat dat met een ploeg doet, met jullie ploeg? Ja, mijn ploeg is zeer jong. En ze kunnen best de steun van het publiek wel gebruiken. Kijk, vorige wedstrijd was mooi om te zien. Die harde kern van Den Helder heeft iets speciaals gedaan met confetti, toiletpapier op terrein. En dat zijn echte momentum dat de spelers voelen de steun van de supporters. En ze hebben dat hard nodig. We beschikken over een heel jonge ploeg ook, die goede resultaten geven, neergezet van het jaar. Kijk, we stonden in de eerste kwartaal van de competitie zesde of zevende. We hadden 6 verlies, 2 wedstrijden maar gewonnen. En kijk naar de reeks dat we hebben neergezet nadien. We staan op de 3e positie. Ik denk dat is onze realistische positie. We waren tot 3 wedstrijden voor het einde van de competitie in de running voor de 2e plek zelf. En dat geeft, heeft perspectief aan mijn ploeg. En kijk, ze moeten alleen geloven. Kijk, ze verdienen die 3e plaats. We staan op die 3e plaats. We spelen thuis. We hebben de thuisvoordeel in de kwartfinale van de play-off. En het is de beste moment van het jaar. Alles geven nu, een maand, hoop ik, of meer. Ik weet niet tot waar we kunnen raken. Maar kijk, het is een jonge ploeg. Ze willen doorgaan. Ze willen alles doen om door te gaan in de play-off. En we zien wel hoe ver. Merkt u ook aan uzelf dat het de play-offs recht aankomen, dat u nog meer verdiept in de tegenstander, dat u nog meer aan het lezen bent? Kijk, de tegenstander kan geen verrassing meer doen. Ze kunnen misschien tactisch iets nieuws uitproberen, maar niet veel. We kennen de spelers door en door. Ik ken de coach door en door. We hebben al meermaals tegen elkaar gespeeld. We hebben geen secrets meer tegen elkaar. Dus kijk. Ik doe gewoon mijn ding zoals altijd. Elke wedstrijd voorbereid ik op dezelfde manier. Misschien iets meer, zeker qua motivation video voor de spelers, om te laten zien wat ze allemaal in staat zijn. Dus de positieve dingen. Hoe bedoelt u dat? Laat u dan gewoon beelden zien van dit seizoen? Moet ik het zo voor me zien? Ja, ik ga een video maken voor de spelers. Van dit seizoen, alle die mooie momenten dat ze hebben bereikt en dat ze kunnen herhalen in deze play-off, zeker.
Ja, heeft u dat al eerder geprobeerd en werkt zoiets? Kijk, ik ben coach geweest in België, ik heb hetzelfde gedaan. We hebben weggeschopt in elke competitie, Europees of in de Cup of in de play-off, elke jaar. Deze video's zijn, hebben wel geholpen voor bepaalde spelers, anderen niet. Maar als ik mijn 50% kan raken met een mooie video, dan zal ik dat doen. Alles om te helpen om mijn ploeg beter te laten presteren. Ja, en hopelijk is die video dan ook nog een keer nodig in de halve finale en in de finale. Ja, we zullen wel zien. Maar ik zeg het. De spelers hebben zelf die positie bereikt en ze hebben, ik moet zeggen, keihard gewerkt 10 maanden, zeker met mij. En het was niet makkelijk elke dag om naar hier te komen, maar ik heb toch een mooie groep ter beschikking, goede groep, goede spelers, goede vrienden. En nu moeten ze tonen dat ze een ploeg als ploeg kunnen spelen en samen spelen en die vriendschap tonen aan iedereen op terrein. Ja, jullie hebben 10 maanden gewerkt om hier te staan, ja. Aan de vooraan van de play-offs. Nu moet het gaan gebeuren. Nu moet het gebeuren, inderdaad. En weer met steun van onze publiek, die zeer belangrijk voor ons is.